ik ook. We zijn op Paxi. Cool. We hebben een lange wandeling gemaakt. Ja, lang. Met wel wat geklaag van deze dame hier. Dame. Die, dat is de natuurwandelaar. Ja, kom je naar beneden, lieverd. En we zijn nu bij de arg van iets van Triopolis. Trio. En nou, er zijn niet veel toeristen hier, maar we weten ook waarom. Dat komt door die wandeling. Ga maar even hier staan. Deze maar hij is wel heel mooi. Mij ook. Kijk, zo zeil je dan. Zo om Paxi heen. Ja, sorry. Dit zijn wel mooie plaatjes, hè? Antipaxi. Is antipaxi toch, Milde Vette? Is toch antipaxi? De eiland erachter. Je ziet het niet. Als je drie stappen naar voren doet, zie je het wel. Ah, dit is wel heel erg mooi. Ik ga even de algemene opinie van mijn gezin vragen. Jongens, hoe vinden jullie het? Ik moet wat vragen. Hoe vinden jullie het? Een hel wandeling, maar een... Ja, wat? Een hele wandeling, maar... Een hel wandeling, maar... Ja, je kan er niet zwemmen. En Mee had natuurlijk alweer bedacht, en dat is typisch ons Mee. Die had voorgesteld om daar overheen te gaan lopen met z'n vieren. Maar nou ja, ik denk dat medemoeders van mij wel zullen begrijpen dat we dat dus even niet gaan doen. Misschien was ik alleen met Milka geweest, had ik het gedaan. Maar ik ga dat natuurlijk niet met z'n tweeën doen. Ja, jongens. Genieten. Waarom gaan we naar beneden? Jullie maken een foto, ik ga erop staan. Nee,